Als ik Minecraft speel met mijn vrienden, zijn we elkaar de hele tijd aan het trollen. En daar ben ik helemaal klaar mee, dus heb ik een geheime wereld aangemaakt. En kijk eens even, zo ziet de wereld eruit. En wat ik hier gewoon letterlijk wil gaan doen, is survivalen samen met jullie. Ik wil jullie er namelijk super nauw bij betrekken wat er allemaal gebeurt in deze server. Ik wil jullie mee laten bouwen, maar ik wil jullie ook ideeën laten bedenken wat ik allemaal moet gaan maken. En we hebben de eerste boom omgehakt. Let's go! En ik heb ook bijna de eerste kip vermoord. Hoppakee. Ik ga ook meteen even een zwaardje maken, want er staat hier nog een kip en ik heb geen zin om die ook 10 keer te moeten slaan. Huts! Oh, let's go! En ik heb een village gevonden. Ik kan letterlijk geen beter begin hebben. Maar voordat we verder gaan, vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet ook zeker niet te liken, want dat is ook belangrijk. Wow, yo, er staat hier oprecht super veel chops. Die gaan we gewoon allemaal lekker meehakken. Sorry, villagers. Het spijt me enorm. Het lijkt me misschien wel vet om een huisje hier zo bij de village te gaan bouwen of zo. Oh. Ik neem ook meteen even al dit hooi mee. En oh, meloen. Lekker. Die maken ook gelijk even een heleboel brood. En jeetje, het wordt al nacht. Nee! Meneer de villager, je moet opstaan. Ja, sorry meneer, maar vanaf nu is dit mijn bed. Hier zit nog een hele hoop brood in de kist en een torch. Die kan ik vast ook nog wel ooit gebruiken. Ja toch. En hebben jullie nog meer spulletjes voor mij? Nee. Oh, hier is nog een huisje. En oh, let's go. We hebben een ladder gekregen. En schoenen. Ja, ja. Let's go. Meteen al gekke protection. Ik ga gewoon meteen ook even al deze meloenen meenemen. Hoppakee. En wat is dit? Is dit een kooi voor dieren of zo? Dit is oprecht best wel chill om te hebben. Misschien moet ik gewoon hier mijn huis gaan bouwen. Ik bedoel, er staat letterlijk al een dierenkooi. Om te beginnen is dit echt wel prima. Kijk, hier staan ook al een heleboel koeien en schapen. Die kan ik natuurlijk gewoon allemaal meenemen. Dus ik denk gewoon dat ik dat even ga doen. En dan stop ik ze gewoon allemaal in die kooi. Kom op, nog een klein stukje lopen, mijn queen. We zijn er bijna. Oké, ik maak heel eventjes een kleine trap voor ze zo. Hoppa, dan kunnen ze lekker allemaal hier de kooi inlopen natuurlijk. Kom maar hoor. Ja, kom maar koe. Ja, dat is 1, 2, 3... 4. Ja, ja. Ja, jullie hebben wel wat lekkers verdiend. Hier kijken is allemaal een lekker stukje wheat. Ga maar lekker kinderen maken. Hebben we er meteen 6. Ha! Maar zijn er nog chests die ik over het hoofd heb gezien? Laten we eens even gaan kijken. Nee, ik zie hier verder helemaal geen chests. Of ja, deze huizen heb ik allemaal al gehad. Dit is het stuk waar ik mijn startersbasis wil gaan bouwen. Alleen dat is allemaal heel leuk en aardig, maar dan heb ik ook even ietsje meer hout nodig. En even kijken, ik heb hier de crafting table. Ik maak gewoon meteen even een X erbij. En dat gaat net een stukje sneller. En wat? Ik zie hier ook allemaal schapen, die had ik nog niet gezien. Of ja, ik zag er toen net 1 lopen, maar even kijken. Ik ga jullie ook gewoon meenemen, volg mij! Wat een roze schaap, ik wist niet dat die normaal ook zo zouden spannen, joh. Hoppakee, en ze zijn allemaal binnen hoor. En ik ga ze eventjes allemaal lekker wat wheat geven, lekker smikkelen. Jongens, lekker hoor. Oké, dit hok heb ik pas net en het is nu al veel te klein. Oké, ik hak deze boom nog even helemaal om. En dan is het tijd om een pickaxe te gaan maken en om te gaan minen. Want ik heb net alleen deze leren schoenen gevonden en dat is natuurlijk niet genoeg. Ik wil vandaag minimaal veel iron zien te bemachtigen. En hier zat volgens mij ergens een cave of zo, toch? Ja, 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 ja. Even kijken of dat ik al wat iron kan vinden in deze cave. Trouwens, ik moet eerst even wat steen hebben, want anders kan ik niet eens iron weghakken. Hoppakee, ik maak gewoon even een prachtige pickaxe erbij. En ik ben hier in de cave aangekomen. En ik heb hier al meteen wat kool gevonden. Die kan ik oprecht super goed gebruiken als ik dadelijk iron heb en om moet smelten. Dus die nemen we allemaal lekker mee. Hoppakee, dat was 13 kool in totaal. En begint het nou alweer nacht te worden? Nee joh. Oké, laten we maar weer lekker gaan liggen. Oh, en ik heb iron gevonden. Let's go. Hoeveel is het? Hoeveel is het? Ik wil sowieso 4 iron hebben. Oh ja, 4. Ja, en... Oké, dat was het ook. Ik ga lekker hier de muur in en ik zie wel wat ik tegenkom. Kijk, nog meer kool. Laat ook sowieso al even in de reacties weten wat ik allemaal moet gaan doen. Want wat mij betreft wordt dit een serie met echt honderden afleveringen. Waar we echt de meest zieke survival wereld ooit gaan maken. Geen idee is te gek, dus laat sowieso even een reactie achter. Ik had toen net al een jungle gezien naast deze biome. En ik zat zelf te denken aan een soort van boomhut. Maar dan niet zomaar een boomhut, echt een zieke boomhut. Met meerdere verdiepingen. Laat even weten of jullie dat ook een tof idee lijkt. Dan ga ik het gewoon doen. Ik kom niet veel steen tegen op deze manier. Alleen maar van dit stomme diorite. En nog meer kool. En mijn pickaxe is kapot gegaan tijdens het hakken van de kool. We hebben een nieuwe nodig. Oké, dit is wel echt de allerlaatste kool die ik ga hakken. Want ik heb nou al zoveel kool gehakt dat ik echt wel een aantal dagen vooruit kan. Ik heb gewoon letterlijk al 1 stack
en 10 kool. Ik zou ook gewoon naar boven kunnen gaan, de Iron Golem kunnen killen en daarvan armor kunnen maken. Ah, kom hier dan, Iron Golem, met je hoofd. Waarom valt hij me niet aan? Dit heb ik echt nog nooit gezien, hoor. Kom op, ik wil armor van je maken. Ik wil van jou, zeg maar, het pakje wat jij aan hebt, wil ik. Dankjewel. Hey, let's go. Ik heb gewoon 4 iron gekregen, mensen. Maar dat is nog steeds niet genoeg. Want ik heb veel meer iron nodig om dit te laten slagen. Maar eerst ga ik heel eventjes hier een soort van base camp maken. Ja, ja. En daarvoor heb ik ook even een aantal ovens nodig. Als ik die hier neerzet, kan ik namelijk meteen mijn iron gaan smelten. En mijn kip. Om lekker te chappen. En ik heb natuurlijk superveel dieren, maar dat zijn er nog niet genoeg. Daarom ga ik ze allemaal nog eventjes een lekker stukje weed geven. Maak nog meer kinderen. Ja, ik moet dit hok echt gaan uitbreiden. Ik ga heel eventjes de cave die we hier rechts van mij hebben volgen. En kijken of dat er misschien bij nog iets uitkomt. Want als hij namelijk nog meer zit, dan kan ik nog meer iron vinden. En dat zou wel chill zijn, want ik heb heel veel iron nodig, zoals ik net zei. En nee, daar zit hier niet echt meer iets. Oh, wat? Hier zit nog echt een mega gat. Oh, en ik zie er al meteen iron zitten. Ja, ja, oké. Okay, dit is de place to be. Kom op. Ja, let's go. We gaan meteen... Oh, het was 1 iron. Was het echt maar 1 iron? Dit heb ik nog nooit gezien. Sinds wanneer zit er iron per 1 bij elkaar? Oké, okay, maar goed. Ik zie dat ik daar ook nog de berg in kan. En oh, ik zag al veel meer iron. Ja, wojo. Oké, okay, oh nee. Oh nee, oh nee. Dit was niet de bedoeling. Ik wist niet dat ik bezoek zou krijgen. Oké, okay, laten we dit maar even hakken. En daarna afrekenen met die andere zombie, wilde ik zeggen. Maar hij komt op me af. Oh, arme villager. Die is gewoon... gewoon overleden. Omdat ik in zijn bed sliep die nacht. Waarschijnlijk is het nog waar ook. Oké, ik pak even al deze iron erbij. En we zijn 8 iron rijker, dames en heren. Ja, ja. Oh, een creeper, een creeper, een creeper. Dat is niet handig. Ik ben veel te noob voor creepers. Oké, ontplof maar. Zit er onder toevallig iron? Nee, anders had het nog zin dat je ontplofte. En in deze cave zit misschien ook nog wel wat. Nee. Oh, maar hier zit nog een hoop iron. Let's go. Die neem ik gewoon ook allemaal even lekker mee. Want jullie zagen het net, mensen. Er komen zombies aan en ik ben veel te noob voor zombies. Ik heb die iron armor echt dringend nodig. Oh nee, daar zit die water. Dat is nooit handig met hakken. En wat is hier allemaal? Oké, okay, hier is helemaal niks te vinden. Alleen een beetje kool. Dat heb ik al genoeg. Oh, en hier zit nog meer iron. Wat? Oh, die ben ik gewoon net vergeten. En we zijn weer thuis, hoor. Laat ik eventjes al die iron hier zo in de oven doen. En wat heb ik hier? Oh, lekker eten. Ja, ja. Oh, die ga ik daar lekker opchappen. Oeh, wat heerlijk. Ik ga trouwens meteen ook eventjes deze sugarcanes hakken. Oh nee, het regent. Want deze sugarcanes die ga ik heel erg veel nodig hebben als ik in de toekomst nog iets van papier wil maken om te kunnen enchanten. Dus laten we die sugarcane... Waar is die laatste sugarcane nou die ik net vast had? Nou, ik heb geen idee. Maakt ook niet uit. Ik wil namelijk even zo snel mogelijk armor hebben. Maar eerst is het tijd om te gaan slapen en ik heb geen bed meer. Ik weet niet waar die is. Heb ik waarschijnlijk ergens in een cave laten staan. En deze zombie mag ook even doodvallen van mij. Zo. En laten we maar gewoon lekker gaan slapen. En oh jee, er komt hier een zombie naar binnen, hoor. Dat is niet de bedoeling. Hier, ga dood. Dank je. Oh, dat was bijna mijn dood. Zal ik deze creeper nu wel kunnen verslaan? Dat scheelde helemaal niks. Oké, ik wil gewoon even jouw gunpowder hebben. Want mocht er ooit iemand inbreken in deze server, heb ik in ieder geval al dingen om TNT te kunnen maken. En dat heb ik ontzettend hard nodig. Want anders ben ik kansloos. Hoppakee. Ja, dat krijg je ervan als je een creeper bent. Oké, laten we maar gaan beginnen met het maken van onze armor. Ik heb een iron chestplate nodig. Dit heb ik nodig. Een helmpje heb ik nodig. En ja, schoenen heb ik al. Psych, deze die gaan 100% weg. Want ik kan gewoon iron schoenen maken, dames en heren. Kijk eens, ik ben helemaal stacked. Als je heel erg goed kijkt, zie je daar in de verte een jungle volgens mij. Daar wil ik dus mijn boomhut gaan bouwen. En dat wil ik gaan doen van het hout wat je hier voor mijn neus ziet. En dat zijn allemaal deze bomen. En weet je wat? Ik maak gewoon even een iron axe. Waarom ook niet? Ik heb toch genoeg. Hoppakee. En laten we maar even een heleboel bomen gaan hakken. Ik heb al meer dan een stack hout. Dat vind ik voor nu wel even genoeg. En ik zit eigenlijk zo te kijken naar dit. En ik denk van, meh, dit ziet er niet uit. Ik bedoel, kijk dan even naar dit stukje eiland. Als ik hier echt mijn huis ga bouwen, is dat wel een beetje triest. Dus ik wil eigenlijk gewoon gaan verhuizen. Nu al. Ja, deze dieren ga ik niet allemaal meenemen. Want zeg maar, daar zo achter die berg begint de jungle. En daar wil ik dus mijn boom met gaan bouwen. Maar ik moet al deze dieren daarheen krijgen. Nee, trouwens, daar staan vast wel weer nieuwe schapen en koeien en zo. Weet je, gaan jullie gewoon allemaal lekker dood. Ja, jullie moeten allemaal dood. Ik heb vlees nodig. Ga dood. Goed zo. Kom maar één voor één naar het poortje. Naar het slagpoortje. Hoppakee. Hoppakee. Het roze schaap is ook overleden inmiddels. Kom maar. Ja, fantastisch. Fantastisch. Fantastisch.
Ik heb gewoon al jullie vlees nodig. Ik heb eigenlijk echt meer dan genoeg eten. Maar ik heb het toch nodig, want dat is lekker. Sorry, moederschaap. Oké, ik heb alles in mijn inventory zitten. Het is tijd om te gaan. Hallo, kip. Hoppa. Ik zie de jungle al in de verte. Het lijkt me een heel erg vet idee om gewoon daar gelijk die voorste boom te pakken. Dan heb ik zeg maar een uitzicht hier zo op een andere biome. Oh, en ik ben daar zo mijn suikerriet vergeten. Daar staat er alweer nieuwe. Gelukkig maar. Kijk, en hier staat ook nog een heleboel hout die je kan gebruiken. Dat is helemaal top voor in de toekomst natuurlijk. En hier hebben we ook nog wat koeien. Hallo? Oh, trouwens, die koeien ga ik helemaal niet killen, want ik wil hier nog een farm gaan maken. Dat was niet heel erg slim. Oké, deze boom hier recht voor mijn neus lijkt me een mooie boom om de boom het in te gaan maken. Vinden jullie dat ook een goed idee? Laat het even weten in de reacties. Het moet echt een mega boom het worden. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat een blauw duimpje achter en klik even op een van deze twee video's, want die zijn ook super leuk, heb ik gehoord. Klik!